De nieuwe Rijksdiensten die naar Groningen komen, moeten vooral in de binnenstad gevestigd worden. Dat schrijft de Partij van de Arbeid aan het stadsbestuur. Het kabinet wees onlangs Groningen aan als een van de locaties waar Rijksdiensten geconcentreerd moeten worden. Volgens de Sociaaldemocraten is dat de kans om de binnenstad te versterken, zeker met het naderend vertrek van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het Europapark. De Partij van de Arbeid heeft altijd moeite gehad met het vertrek van de dienst uit het centrum. Ze vindt namelijk dat de diensten gevestigd moeten worden in de binnenstad. Het college heeft de raad toezeggingen gedaan. En wij vinden dat die toezeggingen nog niet erg hard worden nagekomen. Dus ik zou het college met klem willen oproepen, ook onze eigen wethouders daarin, om daar wat harder in te lopen. Want dat heeft de stad hard nodig. Er is al eerder geprobeerd om de werkgelegenheid te bevorderen in de stad door middel van hergroepering van rijksdiensten. Dat is mislukt. De vraag is dus. Of het deze keer wel gaat lukken. Nou, kijk, als je niks probeert, weet je in ieder geval dat het niet lukt. Bij uh, lezen in de krant dat Groningen heel goed boert bij de verdeling van de Rijksdiensten. Uh, op gebied van justitie, maar ook op andere gebieden. Ik denk dat het belangrijk is dat gemeente inzet pleegt dat die diensten in de binnenstad komen te zitten. Dat is goed voor de binnenstad en dat is dus goed voor uh, de stad. Er komen echter minder ambtenaren bij het Rijk en ook minder bij de stad. Dat er minder ambtenaren komen, dat, dat lijkt mij uh, duidelijk. En dat is waarschijnlijk ook wel wenselijk, maar de ambtenaren die er zijn, moeten wel ergens werken. En wij zouden het erg fijn vinden als de ambtenaren die in Groningen werken ook daadwerkelijk in onze mooie binnenstad werken. Het stadsbestuur reageert binnen drie weken op de brief van de Partij van de Arbeid.